Ik ben hierheen gekomen natuurlijk om te leren, veel te leren van die Eisenbahn, van de industrie, maar ook met een missie. We hebben iets te doen in Europa. Zo, ik dacht deze morgen, ik checke dat bij de president van Deutsche Bahn. Zo, ik heb Herr Richard Lutz getroffen op zijn kleine office in de Deutsche Bahn. We hebben gezegd, die nächste 6 maanden benutzen we met die Bundesregierung, met de Länder, met Deutsche Bahn, met NS, met ProRail, om uit te vinden of het mogelijk is sneller te varen. We kopen nieuwe of leasen nieuwe loks. En vielleicht is het ook mogelijk een beetje aanhouden eruit te halen. En vielleicht kunnen we nächstes jaar schon zeggen, niet 4,5, maar 5,5 stunden. Dat is schon een stunde sneller wie jetzt. En ik hoop in 2023, wenn we die nieuwe loks hebben, en vielleicht ook verbeteringen in de infrastructuur, dat we zeggen, dit ziel 4 stunden, dat is mogelijk.